Zij wil zijn moeder neukt. Mooi is het, nou, man. Oké. Okay. Ik weet niet precies wie mijn moeder moet neuken, maar toen alweer. Oké, dus gaan we beginnen of niet? Huh? Ja, dat was altijd. Nou, dat vond ik wel een acceptabel intro. Waarschijnlijk neukt jouw moeder je stiefvader nu zijn zo'n walvisstillift heeft. Wat heeft die walvis? Wat? Wat is een walvis? Oh, dat kan echt niet. Wat erg! Oh, wat erg! Waarom kan dat niet? Ja, dat weet ik ook niet. Okay. Wacht, de volgende is dus grond. Is grond dus effectief tegen grond, toch? Nee. Oh, ik dacht van wel. Moet je, denk ik, gras of zo hebben? Of water? Of fighting? Ik heb geen idee, joh. Zoek het lekker zelf uit. Ik ben je moeder niet. Ik ga even een cafeetje binnen. Oh, leuk. Auwe, kan heel auwe. En ik heb een lemonade gekregen. Lekker man. Wat is een Gotti? Gottita. Dat is psychic. Dat wordt een soort van... Oh. Nee, dat wordt een soort van skankje van de week. Jij wil voor scoliosis gaan. Scoliosis. Okay, scoliosis? Dat is er helemaal niet leuk om voor te gaan. Nee, jij bedoelt psoriasis. Oh. En scoliosis is ook niet fijn hoor. Oh. Jongens, ik heb TM Flash. Lekker man. Netjes. Ja, dat is degene die je daar kreeg inderdaad. Dat was hem. Oh, wat is dit? Oké, ik ga de gym nog een keer doen. Ik moet gewoon ooit eens winnen. Die heb je nodig, de Flash. In een donkere ruimte hebben die nodig. Wat? Wat ga jij in een donkere ruimte doen? Oh, ik heb hem. Een Trubbish. Wat heb je? Oh, wat heb je? Dat is niet degene. Hey, Trubbish heb ik al. Ja, Waarom doe je mij na? Fuck off. Ik dacht dat je zei dat ik die moest halen. Normaal. Nee, scoliosis zei ik, jongen. Ja, maar ik dacht, jongen, gekke pikje. Laat mij nou maar denken. Ja, maar je kan niet denken. Ik kan zeker wel denken. Ik ook niet. Backpacker Michael en Palpitoad. Mooi, ik heb nu al de eerste verslagen van het herstel. Nice man. Lekker maat, die trots op jou. Substriker, oké. Die ga ik gewoon lekker diggen. Tuurlijk prioritize ik niet. Tuurlijk, dat ding is een ramsnel. Hou je padspok reconnected. Nee, misschien. Oké, een dik in zijn gezicht. Een dik in zijn gezicht. Man. En hij is niet eens half dood, kanonnen. Swagger, mijn Sandal gaat swagger leren, jongens. Ja. Dat? Dikke swag. Volgens mij confuse je enemy, maar dan geef je hem wel een attackverhoging. En dat wil ik echt niet, dat is echt bal. Hier kan je... ja, leuk, ook ijsjes kopen. Ijsjes kopen? Oeh. Ijsjes kopen? Oh. Ik heb een gratis revive gekregen, nice. Oh, lekker man. Die vind ik wel leuk. Ik kan nog een ijsje kopen, want het is een tering lange rij. Substriker is ook dood. Oké, 2 van de 4 zijn dood. Het gaat al beter dan net. Lekker, jong. Maar ja, het probleem zijn die kut-imolga's. Echt, hè? Ga ik eerst healen? Ik ga eerst healen. Zink. Wat moet met zink nou weer? Lemonade. Ik heb ook nog maar 15 lemonade, joh. Je hebt er gewoon veel, joh. Ja, ik heb gewoon... Wie is de ass? Of niet dan? Wacht. Wat een energie hebben we vandaag, hoor. Ik ben graag als de klote massa. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb net wel even 1,5 uur geslapen, maar ik had het wel nodig, hoor. Ja. Dat is echt raar, jongens. Nou, ik weet niet wat het was. Ik had koppijn en mijn ogen voelden alsof ze uitpuilden, weet je wel. Ken je dat je ogen niet zo naar boven draaien? Ken je dat je ogen uitpuilen? Nee. Ja, dat is echt, dan voel je je ogen echt heel hard, hè. Ja. Ja, dat is echt kloten. Ja, maar dan als je gewoon je vinger uit je ogen haalt, dan voel je hem niet meer. Nee, ja, nee, dat klopt. Oké, ik ga Sandal nu even opofferen. Maar niet getrukt, ik ga hem reviven, maar dan is hij niet meer geparalyzed. Gelukkig maar. Ja, ik hoorde jullie namelijk al lichte zorgen maken. Niet licht, ik maak even meteen zo van wow, dit. Wow, waarom zijn jullie dat toen? Game Freak. Game Freak is de maker van Pokémon. Wait, wie is Game Freak? Wat? Game Freak is de... ik word zo moe van jullie, hè? Dat wil je niet weten hoe moe ik van jullie word. Dat vond ik een leuke zin. Ik begon het serieus te antwoorden. Laat ook maar. Die zin moet ik in een trailer pompen. Wat? Wie ga je pompen? Die moet ik in de trailer pompen. Doe dat. Doe ik. AB. Oh, dat bracht je naar beneden. Lachen met jou, man. En Snorlax. Oh, en de planet. Wacht, Snorlax? Oh, kun je Snorlax vangen of wat? Snorlax kon je al lang vangen. Waar dan? Echt, moet je 3 stadjes terug gaan. Doe maar alvast. Fucking Steven met zijn hoofd. Maar staat die oh, weer een fucking static. Nee, maakt niet uit, ik kan er nog eentje hebben. Ik ga weer op een brugje, jongens. Nee, je hebt nog zoveel om voor te leven, doe het niet. Nee, zoveel heb ik niet voor te leven. Jongens, hoor. jongens. Ik heb de badge. Dankjewel, dankjewel. Gunnetje. En zelfmoord is soms de optie, hoor, Marcel, dus. Echt? Nice. Oh, wat chill. Een van mijn. Mijn Pokémon die is even gemasseerd. Wat? Lol, wat? Ben je. Wat? Dat dacht ik. Ben je Pokémon seksueel aan het. Betasten of wat? Nee, sensueel. Niet seksueel. Dat is hetzelfde, ja. Oeh, nog een brugje. Typisch Daniel, altijd maar weer denken dat het seksueel is. Het kan ook anders zijn, Daan. Het kan ook anders. Alles is seksueel. Nou, kennelijk niet, want Marcel die is zijn Pokémon sensueel. Oké, ik heb wel even een dikke, vieze stinkruft gelaten. Echt zo'n eentje waar je denkt van dat je de TM-rest, jongens. Echt zo'n made. Dat is wel chill, TM. Waarom zou je made uitpoepen? Ja, zo'n gevoel heb ik. Zo'n scheet die zo ruikt als ik madig uitpoepen. Gewoon, ik heb een poep. Ken je dat? Huh? Wat? Wat? Ik denk niet dat ik daar bekend mee ben, sorry. Nou, dat is raar. Hallo. I'm exhausted van de massage. De taffe wijf. Je werkt 3 seconden en je bent nou kapot. En misschien is ze gewoon een beetje zwak. Begaafd? Weet je? Ik ben even wat lemonades aan het kopen, want... Mag hoor, mag hoor. Okay, dat vinden wij prima, Steffi Stilpan. Dankjewel voor je begrip, man. Oké, Trubbish, die gaat nu even vooraan. Is dit dikzak dan? Legendary Pokémon. Hey, man. Sorry. Wauw, je bent echt de leukste thuis. Hij woont alleen, dus ik neem aan dat hij best wel de leukste thuis is, toch? Ik ben Marcel, altijd maar de leukste thuis. Oh, dankjewel, man. Dat waardeer ik. Oh, ik moet iets doen. Wat moet ik doen? Het gaat een beetje lastig. Moet ik jammer. Ja. Ben je trouwens al wel bij het musical gebouwtje geweest? Het musical gebouwtje, waar heb jij nou weer over? Dat is een stadje rechtsboven, dat is geen grap. Daar moet je eerst heen. Waarom? Om Bianca... Ik mijn auto toegelegd. Oh. Om een scène met Bianca te ontgrendelen. En dan? En dan kan je daarna verder, want anders blijft Bianca daar staan volgens mij. Nee, ik ben al verder. Oké, nou dan doe je het lekker niet. Vooral niet doen, Daan. Ik ben nu al in de route 6. Ik ben al in het volgende stadje. Ik ben over de weg gegaan. Oké. Misschien had ik het al gedaan. Ik was al een keer naar rechtsboven gegaan. Oké. Wat doet Swagger? Dat zei je toch net? Hey, ik heb ook TM Attract, jongens. Oeh, nice. Kan je eindelijk iemand attracten? Nice, maat. Nu dan. Ja, ik ga even switchen van Pokémon. Maar wat is nou ook alweer goed tegen flying? Rock? Heb ik niet. Ice? Heb ik ook niet. Dat was het. Ik gooi gewoon mijn Deebolt in. Ik kan toch een Rock TM halen bij onderaan en dan geef je dan je domme idioot. Je bent zelf een domme idioot. No. Hé jongens, we zitten op 9 minuten, dus moeten we stoppen met ademhalen? Jij mag stoppen met ademhalen. Wat zei nou, 9 of iets anders? 9, zei die. Oké. Motherfucker. Loop hem niet uit te blokken. Wat ik doe, dat zou ik niet doen. Buk is toch super effectief op gras? Ja. Dat klopt. Ja, ik vergeet dat altijd. Nou, als hij gaat heen en weer switchen, ga ik dat ook doen. Lief tornado. Sukkel. Oh, kut, ik ben dood. Nee, grapje. Jongens, ik kon mijn adem niet meer inhouden. Het is niet gelukt. Oh, wat is dit? Ik heb een piemel. Ja, ik wou mijn Pokémon een naam geven. Ik kwam jij daarachter in Nieuweland? Daniel, toen hij 20 was. Hoe lang ben je? 28. Wat is een Shelmet? Wat is een Shelmet? Dat is een bug Pokémon. Oh, dan is die niet waard. Oh, jammer. Nee, dat is sowieso niet waard, want die moet je dan ruilen voor een... evolutie. Ja, voor een bepaalde andere Pokémon. Voor Carablast. En dan pas evolueert hij. Oh, dat is wel jammer, want... Ik wou mijn Pokémon net een naam geven. Ja. Ja. Maar dat mocht niet. Ja, dat is omdat er een racistisch... Was een scheldwoord? Ja. Nee, ik had gewoon Fagatini. Ja, dat is ja, faggot mag waarschijnlijk niet. Een klein beetje scheldwoord. Ja. Hoezo? Hey, maar je moet de klemtoon gewoon even anders leggen. Het is Fagotini. Dan moet je het anders typen. Ja, maar je schrijft hetzelfde, ben ik bang, Mars. Mars? Ja, maar... nee, Mars. Hoe noemt zal jou dan maan of zo? Klopt, ja. Oh. Nee, Venus, want alle vrouwen komen van Venus. Ze komen allemaal van... Ik noem al een Steffi Stilpan. Oké. Mars en Stilpan. Sensueel. Ja. Oh. En het zijn alle twee zonnestelsels. Ja, er is een stilpan en een zonnestelsel. Klopt, ja. Ja. Oh. Dat wist ik niet. Hé, hey, weer wat geleerd, hè, jongen? Ja. Kijk, ooit raak ik nog wel van mijn autisme of zo te horen. Zeker niet. Nee, oh. Nee. Oh. Nee. Ik kan geen wonderen verrichten. Nee, precies. Ja, maar ik dacht misschien werk gewoon zoveel dat ik het uiteindelijk wel gewoon vergeet dat ik autistisch ben ofzo. Ja. Klopt, maar... Nog een fucking Mongola, fuck off. Mongola. Maar die is waarschijnlijk niet van een gym, dus die is waarschijnlijk een stukje minder sterk. Level 27. Nee, maar ik wens je wel heel veel succes, Daan. Dat weet ik echt. Dankjewel. Bravo. De badge. Met leven of zo, ik heb geen idee. Met je echt slagsoperatie. I wish, man. Dan zou het leven goed zijn als ik een trainee was in plaats van autist. Nou ja, meeste trainees zijn ook wel autisten natuurlijk. True. Dat moet ook wel. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Dan ben je toch een beetje raar in je hoofd. Oh, niet dan? Ja. Kijk, ik ben jullie totaal kwijt. Ik ben in Driftophile City. Nee, gewoon jullie gesprek pikken, baas. Ik dacht dat je fysiek... Oh, Steffi toch. Nee, ook Daniel zou je bedoelen. Wat heb ik nou weer gedaan? Ik ben autistisch. Oh, Steffi toch. Ik heb altijd de schuld van alles. Hey, konden jullie trouwens morgen ook, of niet? Nou, zullen we dat even doen? Niet tijdens een video? What the fuck, jongen? Ja, ik ben even mijn schema van morgen ondertussen aan het maken, dus... Hoe dat dan? Hoe dat dan? Nou, gewoon. Ah ja, maar... Stefan, ik kan morgen niet. Oké. De hele dag niet, of de hele avond niet, of de hele ochtend niet. De hele ochtend. Zeg ik dat zo? Ja, dat zei jij, Daniel. Ik had het morgen of ochtend zeggen, ik heb blijkbaar gecombineerd. Oeps. Maar Marcel, kan je de hele ochtend niet? Zie. Maar dan middag wel, of niet? No. Ja, fucking super poison aids, jong dat je bent, ik zweer het je. Nut super je poison, ja? Ja. Hartstikke dood. Oh, dat ik dood was. Wij ook. Ja, begrijpelijk. Ik ben het er ook mee eens. Oh, kut. Takedown is best wel een recoil move. Ja, echt hè. Dat is wel nice. Ja. Echt, ja, nee, ik bedoel, ik heb het net gebruikt, maar op zich heb ik het overleefd. Ja. Oké. Carablast. Panpoer is lekker dood. Panpoer is dood, wat? Panpoer is dood, ik heb net Sharon verslagen. Lekker joh. Wat? Nou echt, why do you beat children? Nu ga je een duel battle doen tegen twee kinderen. Nee, maat, ik heb daar... Dat kan nog niet. Ik moet eerst healen. Je wordt geheeld. Oh, door wie? Ik wil Gern of zoiets. Oh shit, dan wil ik er even andere Pokémon vooraan. Dat kan niet meer zeker. Kut. Echt hè? Waarom doe je dat, Steven? Omdat je maar 3 van de 6 kan... Omdat Sun dan nog maar een klein beetje experience nodig heeft en dan evalueert hij. Welk level is die? 29. Kurwa! Oh, nice. Hey, rustig hè? Maar welk level is die dan? 28. 28. Lekker, jongen. Welk level is die voor jou dan? Level 25. Lekker, jongen. Ja, toch. Ja, Sandel heeft mij wel moeten carryen door het... Ja? Door de gym heen, dus. Bij mij ook, want dankzij hem heb ik een revive kunnen gooien op mijn pick niet. En... Wat? Wat is een herder voor type? Is normal. Weet ik niet. Dat is dier trouwens, hè, jongen. Herder. Deze heeft gewoon 4 tempo. Oh dear. Waarom spreek je echt alles op zijn plat Nederlands uit? Ja, Marcel, waarom doe je dat? Ik had het tegen jou, hond. Oh. Waarom doe je dat, Benny? Heeft Benny zijn speeltje niet? Wil je Benny even zijn speeltje geven? Dan kan iedereen horen dat Benny... Hij ligt sowieso te slapen. Dus, Oké, ik word ingemaakt door die herdeers. Een hart ook gewoon. Hoe dat dan? Omdat ze fucking retaliate gebruiken. Ja, dus? En ik moet mijn level 24 Trubbish inzetten. Dat is niet slim. Nee, dat is niet slim. Nee, dat is niet slim. Nee. Waarom gebruikt hij leedsheet als hij al heeft? Het is geleedsheet, jongen. Oh, die was niet geleedsheet, laat maar. Gewoon zaad eroverheen. Oei, oei, oei. Ze zijn ook echt op mij gefocust, die honden. Oh, dat is minder. Hey jongens, zullen wij zeggen het volgende keer? Of, Zal ik even mijn gevecht afmaken, denk je? Ja, mag, weet ik niet. Moet jij weten. Ja, oké. Ja, ik moet nog 1 keer die herder raken en is kapot. Dus rustig, Stefan. Ik ben motherfucking rustig, jongen. Niet alles is probleem, gek. Dit is wel een probleem, want hij heeft nu al 2 van mijn 3 Pokémon getutterd. What the fuck? Maar hij gaat nu sowieso dood. Ik win deze sowieso. Even een bijtje op zijn gezicht, bijt zijn gezicht eraf. Dat is wat bij jou gebeurd was. Dus die cliënt dacht gewoon dat die Pokémon was. Ja, klopt. Ik ook. Oké, ik ben klaar. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Peace!